Ik moet je even wat gaan vertellen, dus kom eens dichterbij. Het is lang geleden, ik was een jongen, net zo oud als jij. Ik stond in een bos, in een heel mooi bos, en plaste tegen een boom. En dan werd ik wakker van de schrik, want het bos was maar een droom. Dan had ik in mijn bed geplast en was bang voor de volgende dag, dat ik weer mijn pyjamabroek aan de waslijn hangen zag. Aan de waslijn mijn pyjamabroek en de lakens van mijn bed. En ik dacht, dat zien mijn vriendjes ook, en dan hebben ze reuze pret. En weet je waarom ik het zo naar en zo verdrietig vond? Ik dacht dat ik de enige was die zoiets gebeuren kon. Want als je aan een jongen vraagt, heb jij dat ook wel, man? Dan zegt zo'n jongen altijd nee, en meestal liegt hij dan. Want Pietje Keizer en Johan Cruijff, die overkwam dat wel. En ook Epi Drost en Van Hanegem en Rinus Israël. Dus plas je weer eens in je bed, geef je moeder dan een zoen. En zeg maar, er zijn er wel meer, hoor moeder, die dat 's nachts per ongeluk.